Hallo allemaal en hartelijk welkom bij een nieuwe video van Speel met mij kinderspeelgoed. Vandaag gaan we samen de Playmobil dierentuin opzetten. En we beginnen bij de ingang. Voor de ingang hebben we hier natuurlijk ook een draaideurtje nodig. En dat doen we hier op. De stickers heb ik er al opgeplakt. En als de mensen er dan doorheen gaan, dan draait het deurtje. Dan hebben we hier nog een enkele deur. En die kan dan voor de ingang zijn. Voor de uitgang. Dan gaan we verder met de poort. Zo. En aan de poort maken we deze vlaggen vast. Zo. En dan hebben we nog een paar dieren. Zoals deze leeuw. En die kun je hier zo eraan vastmaken. Dan hebben we hier nog een tijger. Hier een aap. Een beer. En een pinguïn. En klaar is onze ingang dan. Dan gaan we verder met ons pinguïnverblijf. Daarvoor doen we eerst deze klemmen. Die maken we eerst vast. En het water. Dan hebben we hier nog een paar planten. En nog een glazen wand, zodat je de pinguïns beter kunt bekijken. Zo. Dan zijn we nu bij het loket aangekomen. Daar heb ik al stickers op geplakt. Dat zijn allemaal dierensymbolen. Boven moet natuurlijk het dak erop. En nog een paar kleine vaantjes. Als volgende komen we dan bij het leeuwenverblijf. En dat moet natuurlijk heel erg goed beschermd worden, zodat ze niet uitbreken. Die gevaarlijke roofkatten. Zo. Zo, ik heb nog wat meer hekken in elkaar gezet.
Hier hebben we nog het informatiebordje. Met de beschrijving van de leeuwen. En dat maken we dan hier vast. Ons leeuwenverblijf is nu nog leeg, maar daar komt verandering in. Hier hebben we nog een paar van die botjes. Leeuwen zijn namelijk vleeseters. En ik dacht misschien kun je dan een botje in de mond van deze leeuwin doen. En dan is het pinguïnverblijf natuurlijk nog leeg, maar dat gaat ook nog veranderen. Hier hebben we nog een paar jonkies. En een pelikaan. En hier komt nog de dierenverzorgster. Die gaat de pinguïns voeren. Dan moeten we natuurlijk nog even de souvenirwinkeltje, dat moeten we nog eens eventjes vullen. Dit zijn een paar knuffels. Dan hebben we hier nog een paar drankjes. Kan trouwens ook wel popcorn of pinda's misschien. En dan hebben we hier nog een paar luchtballonnen. En hier hebben we nog wat ansichtkaarten. Dan hebben we hier nog een kassa. Mag natuurlijk ook niet ontbreken. En in de dierentuin lopen ook nog een paar vrijlevende dieren. Dit zijn stokstaartjes. Die kun je dan gewoon ergens neerzetten waar je maar wil. En een kleine muis. Er mogen natuurlijk ook niet een paar gasten ontbreken en een paar medewerkers. Hier hebben we nog een verzorger en die gaat de leeuwen voeren. Die zet ik even daar neer, bij het leeuwenverblijf. Dan hebben we hier nog een vader met zijn kind in de bolderwagen. Hier nog een moeder met haar dochter. En een jongen met een camera in zijn hand. Hier hebben we nog een vrijlopend dier, dit is een pauw. En nu ga ik eens even een rondleiding geven door de Playmobil Citylife dierentuin. Hier hebben we de pinguïns en die worden al gevoerd door de verzorgster. Hier hebben we een paar bezoekers, een pauw. Hier hebben we mooie ballonnen en hier hebben we het souvenirwinkeltje. Hier hebben we stokstaartjes. Dit is de dierenverzorger en die gaat zo meteen de leeuwen voeren. Dit zijn de leeuwen. Die moeten hier nu nog een beetje op hun bordjes kauwen. Laat me maar weten in de reacties wat jullie vinden van deze dierentuin en of je zelf graag naar de dierentuin gaat. Misschien heb je zelf een lievelingsdier. Laat dat maar weten wat dat is. Ik hoop dat jullie mijn video leuk vonden. Geef me een duimpje omhoog, laat een leuke reactie achter en vergeet natuurlijk niet op het kanaal te abonneren. Dan zien we elkaar de volgende keer. Doei!